58 personen zijn tijdens de volksreceptie bij de viering van 42-jaars residentie gedecoreerd door president Desi Bouterse. De gedecoreerden zijn voorgedragen door verschillende plaatselijke bewoners en organisaties. Onder andere houtkunstenaar David Linga, voorzitter van de goudzoekersvereniging Makamboa Owen Prior, en Sergio Akimboto, directeur van Grasalco NV, zijn voorgedragen door de gemeenschap. Zij worden namelijk gezien als voorbeeldfiguren van het district Brokopondo. Prior is benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm, terwijl Akimboto samen met DC Yvonne Pinas en het DNA-lid Frederik Finisi de hoogste onderscheiding heeft ontvangen. Zij zijn benoemd tot officier in de ereorde van de Palm. De directeur van Grasalco geeft aan waarom hij waarschijnlijk is voorgedragen. Persoonlijk ga ik regelmatig in het district jongeren motiveren, motivational teaching houden, op scholen gaan, ondersteuning geven wanneer een beroep wordt gedaan. En datgene wat ik doe in mijn dagelijks leven, mijn beroep, mijn werk, probeer ik zo correct mogelijk en zo goed mogelijk te doen. Dat anderen daarvan kunnen leren en iets van kunnen overhouden. Mijn omgeving de hele tijd positief beïnvloeden. En dat is opgevallen bij anderen. En dus voorstel is gedaan om het voor te dragen voor de onderscheiding. Sergio Akimboto, directeur van NV Grasalco. Hij is samen met 57 andere personen afgelopen zaterdag gedecoreerd. Deze erkenning vond plaats tijdens de volksreceptie bij de viering van 42-jaars residentie in Brokopondo.